En het is nu tijd voor Variety met vanavond aandacht voor soap en muziek. Johnny Kita Watson is dood. Superman lover, zoals hij zichzelf graag noemde, overleed afgelopen nacht tijdens een concert in Japan aan een hartaanval. Onlangs was hij nog in Nederland voor een concert. Nieuwslijn had toen een interview met hem. Het zou een van de laatste worden. I hope that I'm able to play for many, many more years. I feel very good. I feel as good as I ever did. And a lot of people said, "Jeez, man, how do you stay so young? What are you doing?" Het overlijden van Johnny Guitar Watson is des te triester omdat hij juist met een comeback bezig was. Bovendien had hij na bijna 15 jaar net een nieuwe CD uitgebracht. It's wonderful to be back. I've been looking forward to getting here. And it's been 3 years and I can't wait to perform, to be honest with you. I'm real happy to be back, yeah. Watson's stijl van spelen heeft gitaristen beïnvloed, onder wie Eric Clapton en Frank Zappa. Zijn grootste succesperiode ligt in de jaren 70, met nummers als Real Mother For You en Gangster of Love. In het interview was hij ervan overtuigd dat succes te gaan evenaren. Johnny G is back. Het liep dus helaas anders. Johnny Kita Watson werd 61 jaar.